Voorzitter, in het hoofdlijnakkoord zijn een aantal afspraken gemaakt over democratische vernieuwingen. En ik was heel blij toen ik dat las, want de afgelopen twee kabinetten hebben ministers Ollongren, Bruin Slot, De Jonge veel voorbereidend werk gedaan om eindelijk weer wat van die democratische versterking door te gaan voeren. Onder andere de constitutionele toetsing, waar de heer Omtzigt en ik allebei voorstander van zijn. Zij het in wat andere vormen, maar het helpt om onze democratie te verbeteren. En u levert ook de minister van Binnenlandse Zaken. Zouden we haar ook de opdracht kunnen geven om de wet op politieke partijen aan te passen, omdat democratische vereisten van politieke partijen ook bij wet af te dwingen? Voorzitter, dat lijkt me een interessante open discussie die ik zeker bereid ben om aan te gaan. Over de wet op de politieke partijen. Ook dat was een wet die in voorbereiding was bij de laatste regering. Zelfs het partijverbod was daar in voorbereiding, dus dat ging vrij ver. Dus dat zijn democratisch heel zware middelen die je zou inzetten. Want het zomaar verbieden van een club heeft grote consequenties, ook met het ondergrond gaan en zo. Dus ik ben daar niet een voorstander van om dat in een of andere manier even heel lichtzinnig te zeggen of heel lichtzinnig een opdracht toe te geven waarbij je meteen een connotatie hebt, want er wordt meteen aan één of twee partijen gedacht in deze Tweede Kamer. Dat lijkt me niet zinnig. Maar als er een keer nagedacht moet worden over de wet politieke partijen, dan kan dat. Maar ik zou zeggen, kom zelf met een initiatief en dan voeren we die discussie op een open manier. Maar ik zou die discussie, en ik heb u dat net al gezegd, ik ben geen voorstander van het cancelen van meningen. Ik ben voorstander van het bevorderen van interne debatten in politieke partijen. En dat is de connotatie die ik bij waarom ik het wenselijk vind dat politieke partijen intern democratisch zijn. Ja. Niet om ergens een partij of een mening te zeggen, ja, dat mag u niet zeggen, dat heeft in de geschiedenis niet zo heel goed gewerkt. Nou, voorzitter, volgens mij is dat ook exact de crux. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat we kinderen op school, studenten op scholen, iedereen in deze samenleving bijleren dat je met elkaar van mening mag verschillen. Dat je daar met elkaar het open debat over kan voeren. En dat je dat altijd met respect en binnen de grenzen van de rechtsstaat doet. En ook onze democratie, onze parlementaire democratie, behoeft gewoon onderhoud. De wereld is veranderd, de politiek is veranderd, de samenstelling van deze Kamer is veranderd. En dan zou het ook goed zijn om af en toe te kijken, zit die wet op politieke partijen nog goed in elkaar? Dan gaat het om waar komt het geld van politieke partijen vandaan? Wie schrijven er mee aan die verkiezingsprogramma's? Is er sprake van interne democratische controle? Omdat dat uiteindelijk ook het fundament is van die parlementaire democratie zoals we die hier hebben. Dus ik zou graag aan de premier en de minister van Binnenlandse Zaken vragen hoe zij die handschoen kunnen oppakken. Maar ik kom ook graag met de heer Omtzigt met een discussienota om hier ook met elkaar het debat over voor te zetten. Voorzitter, dat doe ik heel graag, maar daar wil ik één opmerking van maken richting D66. We hebben hier 2 jaar geleden, en dat heb ik toen samen met de SP een aantal amendementen op ingediend, de wet op de financiering van de politieke partijen behandeld. Waar komt het geld vandaan? Dat was maar een woordvoerder van één partij die moeite had om te zeggen dat het onwenselijk was dat de partij giften van ongeveer 1 miljoen zou ontvangen. En dat was de partij van D66. Dus ik ben blij dat het uiteindelijk opgelost is en dat we uiteindelijk de maxima fors naar beneden gebracht hebben, zodat individuele donoren geen invloed meer hebben op de partij. Dat we hier de wet aangepast hebben dat donaties uit het buitenland niet meer mogen. Daar zit nog 1 achterdeur in, zeg ik richting de heer Jetten. Dat is namelijk als iemand uit het buitenland een gift doet naar zeg maar een stichting in Nederland en die stichting in Nederland het dan overmaakt naar NSC of D66. Hè? Ik zou nog graag een keer kijken of ook die achterdeur zouden kunnen dichtmaken, want ook dat vind ik onwenselijk. En ja, die discussie ben ik bereid om aan te gaan. Maar ik wou ook voor de mensen die nu naar het debat kijken de indruk wegnemen dat de vorige regering hier inderdaad onder minister Ollongren geen forse stappen gezet heeft, want die zijn er wel degelijk gezet. Ja, voorzitter, precies, er zijn forse stappen gezet. Meer transparantie, ook op dat vlak, was ook echt nodig. Want je moet zeker gewoon weten, wij liepen echt waar komt het geld vandaan? Ja. Daar hebben we een grote inhaalslag gemaakt, maar we zijn er nog niet. Dus ik kijk uit naar het vervolgdebat voor de verdere democratisering van onze politieke partij. En precies op dat punt daarom, voorzitter, de vraag. Want partijen zijn, 4 partijen zijn een rechtsstaatsverklaring overeengekomen. Die niet alleen gaat over welke wetsvoorstellen je wel of niet indient en wel of niet in de diepvries stopt, maar die ook gaat over op welke manier partijen en hun vertegenwoordigers hun rol invullen.
Hoe ze de democratische instituties, hoe ze de grondwet, hoe ze die bestuurscultuur, hoe ze die overeind houden. En de heer Omtzigt zal begrijpen dat daar mijn zorg ligt. Als we dit soort uitspraken wel voortdurend blijven horen en daar weer met z'n allen op reageren, heeft dat ook een normaliserende werking. Dus ik dacht, hier ligt een afspraak. En in de loop van de ochtend heb ik met meneer Wilders geregeld van gedachten gewisseld en geconstateerd, nou, Wilders is in ieder geval Den Haag uitgefietst. Maar welke afspraak staat hier dan nu nog wel? Is dat een afspraak dat wij ons aan de wetten, de grondwet, de internationale verdragen houden? Iedereen kiest daarin zijn eigen toon. Ik zal zo meteen nog even verder gaan wat dit voor onszelf betekent als nieuw sociaal contract. Maar die afspraken, die zeven, die staan. En ik heb u net aangegeven hoe ik de voorstellen van de regering, want ik controleer allereerst de regering, controleer niet mijn mede-Kamerleden, hoe zij zich daaraan zullen houden. En ik heb daar vertrouwen in. Ik heb daar vertrouwen in de wijze waarop minister-president Schoof hier invulling aangeeft. Ja, voorzitter, dank. Deze verklaring was toen niet genoeg voor NSC om in te stappen. En eerlijk gezegd, met wat daarna gebeurd is, ook juist op deze punten, de uitingen via tweets, de reacties erop, het gewiebel voordat men tot een uitspraak kwam van dat het niet kon, geeft mij niet meer vertrouwen, maar minder vertrouwen. Dus ik ben wel benieuwd hoe de heer Omtzigt daarop reflecteert. Maar als we dan vooruitkijkend kijken, dan zal daar wel een rechtsstatelijk leiderschap moeten zitten op de plek van de stoel van de premier. En hoe ziet dat rechtsstatelijk leiderschap er dan volgens de heer Omtzigt uit, met deze afspraken in de hand, met de ontwikkelingen die we daarna hebben gezien? Steunt hij premier Schoof door dik en dun op het moment dat hij ook uit zal spreken van dit kan niet, dit is normerend? En welke consequenties heeft dat? Want het is wel echt een spanningsveld als ik naar dat debat van vanmorgen kijk. Ik steun premier Schoof. Ik steun hem overigens niet blind. Dat hangt natuurlijk vanaf welke uitspraken hij doet. Ik steun helemaal niemand vooraf. Dus zo werken de verhoudingen nu één keer, zeg ik tegen VK. Zelfs mijn eigen ministers krijgen niet te horen dat ik ze blind ga steunen. Maar op de sturen en steunen. Ja, ik haal twee woorden door elkaar hier. Dat dualisme, dat ga ik doen, voorzitter. En ik kan u ook verzekeren dat ik geen afspraken gemaakt heb om wekelijks met de ministers en staatssecretaris deze zomer te bellen over het regeerprogramma. Omdat zij dat zelf opstellen. Ik verwacht af en toe wel een keer een telefoontje van hun, van wat bedoelden jullie met deze zin, want hij is een beetje krom. En dan zal ik uitleggen wat voor een raak compromis erin zit. Dus ik neem mijn telefoon echt wel op. Maar het is echt aan hun om een voorstel te doen en aan ons om dat onafhankelijk te beoordelen. Maar als u vraagt dat rechtsstatelijk leiderschap, ik vind het nogal wat dat we hier een onafhankelijke minister-president hebben zitten. Ik vind het nogal wat dat de vier partijleiders gezegd hebben, wij doen ons werk vanuit de Kamer. Ik vind het nogal wat dat we ons best gedaan hebben om een kort hoofdlijnakkoord te schrijven. Dat betekent die andere bestuurscultuur. En zal dat even wennen zijn? Ja. En mevrouw Bikker zei net iets heel terecht. Het zijn zowel de uitlatingen als de hele discussie die we daarna hebben, die schade toebrengen. En voor mij is het ook iedere keer een keuze of ik op elke uitlating van iemand ga reageren. En om iets te zeggen, ik had best wel graag vandaag ook nog even gesproken over de dreigingen uit Rusland, die premier Schoof net terecht aanstipte. En volgens mij heeft hij in de pauze met president Zelensky gebeld. Ik had best nog wel even willen spreken, naar aanleiding van de vragen van de heer Jetten, over de kwaliteit van het Nederlands onderwijs en wat er gebeurd is dat we ondanks de miljarden investeringen de afgelopen jaren er niet in zijn geslaagd om het lezen en rekenen in Nederland beter te maken. Sterker nog, het is de afgelopen jaren verschrikkelijk gedaald, waar nu een kwart van de jongeren functioneel analfabeet is. Ik wil graag praten over de betaalbaarheid van de zorg. En dan niet alleen wat er allemaal mogelijk is, maar wat er ook met het tekort op de arbeidsmarkt onmogelijk is, zeg ik tegen minister Agema. Dat zal nog een forse uitdaging zijn om dat allemaal recht te krijgen. En ik wil graag de discussie aan met de minister voor Klimaat en Groene Groei. Ik moest ook even aan de naam wennen, zeg ik u erbij. Over op welke wijze wij ervoor zorgen dat we de klimaatdoelen halen, onze economie overeind houden
en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het voor de burgers die het minst kunnen betalen gewoon een verwarming kunnen blijven aandoen. Ja. Dat zijn de discussies die ik heel graag in deze Kamer zou willen voeren. En die discussies die liggen ook onder de electorale aardverschuiving die zich voorgedaan heeft op 22 november. Het negeren van de problemen van de burgers van Nederland. Het negeren van het idee dat ze geen huis konden vinden. Het negeren van de mensen die een thermostaat niet vanwege dat spotje van 20 naar 19 graden moesten doen, maar hem naar 12 graden moesten doen, omdat ze anders failliet gingen. Het negeren van het feit dat het Rode Kruis hier nu zegt dat 450.000 mensen behoefte hebben aan de voedselbank. Dat zijn ook issues die ik hier vandaag graag zou bespreken, naast terecht alle vragen over de rechtsstaat. Ja,